Oudewater heeft niet bepaald een zwembad dat uitnodigt om eens een frisse duik te nemen. Het buitenbad is alleen in het zomerseizoen open en ook nog eens niet meer van deze tijd. Lang is over een nieuw zwembad gepraat, maar het kwam er niet van. Nu wel. Je ziet dat uh, overal in Nederland uh, zwemvoorzieningen worden gesloten. En wij hebben besloten om uh, voor de Ouderwaterse bevolking een uh, nieuwe zwemvoorziening te realiseren. En uit uh, alle varianten die voorlagen, hebben we uiteindelijk uh, gekozen om een. Uh, nieuw en kleiner openluchtbad te gaan bouwen. Um, en dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren op de locatie Statenland. Op de locatie van het oude zwembad dus. Om het plan te financieren worden huizen gebouwd. De keuze van het college valt ondernemer Rob Lauwer tegen. Hij wilde samen met een groep collega's een overdekt zwembad bouwen. Ja, wij hebben een plan bedacht wat zeg maar, de ouderwaterse bevolking wil. Gewoon 12 maanden per jaar zwemmen uh, en niet 5 maanden per jaar. Want de oudere Oude moeten nu naar Harmelen reizen om in de winter baantjes te trekken. Hetzelfde geldt voor de club die eigenlijk alleen zomers maar thuis speelt. Onder de streep, als je alles optelt, dan denk ik toch dat we heel blij moeten zijn dat we als Oude Water uh, ja, een eigen zwemvoorziening houden en een mooi nieuw zwembad krijgen. Maar het plan van Lauwer en zijn mede-ondernemers gaat nog niet de prullenbak in. Dus zolang wij zelf nog geloven in ons plan. En uh, toch wel het overgrote deel van uh, de Ouderwaterse bevolking achter ons staat. Uh, dat uh, kun je ook merken aan uh, de handtekeningen die opgehaald zijn, de steunbetuigingen die we ontvangen. Dan uh, blijven wij gewoon in ons plan uh, geloven en blijven ervoor strijden.